het je ineens vanuit je droom. Het is echt een droom met allemaal blonde mensen. Heb je die nemen al, joh? Het is een beetje... beetje koud. Ja, het is koud. Ik ben nog half aan het slapen. Zo. We sprongen daar nog even een vis op onze stek. Misschien hoor je dat op de achtergrond. Dat is hem als je die vis omhoog probeert te pompen. Dan nee. Je moet ze gewoon niet opfokken. Nee. Dat zijn vissen die willen serieus genomen worden. Ja, net zoals ik ook. Ja. Kijk, als je dus dit in Nederland hebt, dit soort drills. Ja, dan weet je. In Frankrijk ook wel. Weet je wel hoe laat het is. Maar hier weet je het gewoon niet. Heel even een surrounding. Kijk. Daar lag hij ergens. Daar. Dus. Wat? Daar. Waar? Die bomen. Ik dacht dat die zebra's er weer stonden. Kom even iets naar je toe. Ja, wat? Dus even die onderwaterkant. Ja. Daar wordt een klein donker jongetje opgegeten. Genoeg. Wat een fluiter zeg, jezus. Ik werd wakker dus van die klap op van die waker. Ja. En toen kwam die screamer. Oh, dat gooit een beetje de pressure aan. Ja, op het moment dat hij komt dan... Ja, je kan ook niet te veel kracht erop zetten, omdat je eigenlijk zonder rek erop zit te vissen. Ja. Je zit met een fireline. En daarnaast komt er een leader, wat ook een gevlochten lijn is. En dan komt er een vlieglijn, die wij vanuit Amerika via Sonic hebben gekregen. En dan komt er een onderlijn. Dus er zit gewoon helemaal geen rek in het hele verhaal niet.
En dat doen we eigenlijk omdat we op, deze zitten we dan op 450 meter te vissen. Ja, we zitten ook met hengels op 600 meter te vissen. Kijk, daar komt de firelijn, of de vlieglijn, die komt weer omhoog. Nou, dat is 4 meter, dus dan weet ik ook dat die vis niet ongeveer onder de oppervlakte is. Dat zegt natuurlijk niks, want ik kan huis. We've got a visual. Kijk uit de. Hopelijk dat het een van de weinige spiegels is van het water. Kijk, het gaat nu onder je. Ja. Zo, hoor eens even. Het zou mooi zijn als je niet hebt. Ik zal laten zien. Ja, dat is een goede vis. Ja, voor mij is het een